Het is eigenlijk heel gek om te bedenken dat wij met z'n allen heel veel maatregelen nemen om juist de meest kwetsbare groep te beschermen. Terwijl we dan vervolgens een deel van die kwetsbare groep allemaal bij elkaar zetten. Iedereen die volgt het advies vanuit het RIVM, GGD natuurlijk, blijft zoveel mogelijk binnen. Iedereen zou zich als nummer 1 aan zijn gezondheid willen houden, aan zijn gezondheid willen denken. Maar goed, als het advies is om binnen te blijven. Ja, wij verblijven momenteel ergens waar wij 's morgens om 9 uur naar buiten moeten. Ja, wij kunnen nergens binnen blijven. Daniel is een zelfredzame dakloze, wat inhoudt dat hij geen verslaving of psychiatrisch probleem heeft. Hij maakt zich zorgen om zijn gezondheid in tijden van corona. Je voelt je in de steek gelaten, maar je wordt als zelfredzame in een meest onzelfredzame pakket gegooid. Want ja, je kan niet overdag lekker douchen, je kan niet lekker slapen, je kan niet wegblijven van de massa. Welke hotels heeft u dan over bijvoorbeeld? We hebben het in principe over alle hotels in Amsterdam die momenteel leeg staan, omdat er nou eenmaal veel minder toeristen zijn en er veel minder evenementen zijn. Tijdens de commissievergadering van vorige week donderdag werd wethouder Groot-Wassink al ondervraagd over het mogelijk opvangen van daklozen in hotels. Kijk, we staan echt aan het begin van iets waarvan we niet weten hoe zich dit verder ontwikkelt. Dus nu te snel bijvoorbeeld hotelbeddencapaciteit inzetten om daklozen of ongedocumenteerden op te vangen, vind ik in die zin in het oog van de bredere afweging die mogelijk op ons afkomt in de komende tijd niet verantwoord. Er zijn nu dingen die zijn sinds vandaag van de grond aan het komen, dat wij nu in sommige dagopvangen nu daar ook nachtopvang van kunnen gaan maken. Maar dat blijft ook ongesubsidieerd. En dat is gewoon allemaal vanuit vrijwilligers. En in de hoop hiermee nu wel iets te bereiken dat ze gehoord worden.